Hallo allemaal, we gaan hier bij Plasmalaan gaan we mensen interviewen over wat ze negatief vinden over deze straat. Wilt u dat? Mogen we iets vragen, meneer? Vindt u het veilig daar op de rotonde voor de kinderen? Nee. Nee, hè? Nee. Vindt u, hier liggen ergens overal blikjes in het water, vindt u dat goed? Ook niet. Eigenlijk, hier staan heel veel jongeren en die gooien blikjes in het water. Terwijl ze hier, bijvoorbeeld hier, staat de prullenbak, maar ze gooien ze er niet in. Klopt. Dus dat is niet goed voor meer, toch? Nee, dat is helemaal niet goed. Hou ze. Ja. Meneer, nu een andere vraag over het milieu hier. Ja. Kijk eens naar het water. Ja. Daar is u achter u. Ja, ik weet wat ik daar moet zien. Daar ligt kroos. Ja, daar ligt overal troep. Vindt u dat goed? Nee, dat vind ik heel jammer dat het daar ligt. Dat ja, zou want niet moeten, nee. Het kan ook gewoon mooi schoon water zijn met heel veel gras. En dan ziet het er niet zo lelijk uit als nu. Ja, ja, ja. Ik vind het geweldig dat jij die vraag stelt. Ja? Als iedereen van jouw leeftijd die vraag zou kunnen stellen, zou die ook weten hoe het moest. Dus dan gooit je ook geen rommel op de straat. Kijk naar mij. Hallo mensen, we gaan hier troep filmen, want hier ligt heel veel troep in het water. Kijkt u maar. Allemaal blikjes cola, Fanta, Campina pakje van Optimal, Wiki pakjes, dat is en een rookpakje, dat is niet goed. Dat is milieuvervuiling en overlast. Het water is hier niet schoon dus niet goed voor de eendjes. Oké, wij zijn van de Ichterschool, willen u wat vragen over de overlast van Hedy hier in deze straat? Vindt u dat hier te veel overlast is van auto's die rijden en voor kinderen? Nou, ik heb er zelf niet echt heel veel last van. En ja, ik heb er nooit klachten over, maar ik heb er wel van gehoord dat andere mensen wel klachten van hebben. Vindt u dit een negatieve of een positieve straat? Nou, dat is een beetje negatief hoor. Ja? Want hier in die hoek heb je hangjongeren, die vervuilen alles. Drugs. Ze gooien ook drugs bij die bomen neer. Ja. Want mijn hond is al 1 keer vergiftigd. Echt? Ja. Dat is heel erg. Ze was bijna overleden. Nou, dat vind ik heel erg. En zijn 2 andere honden zijn al overleden. Enkel, want ze gooien een heleboel drugs neer. Nou. Spuiten en alles. Dus, nou, dank u wel voor uw aandacht eigenlijk. Graag gedaan. Nou, en ik hoop dat het niet nog een keer gebeurt met uw hond. Nee, ik hou er ook meestal vast op.